Vandaag gaan wij kijken wat de nieuwe update is van Clash Royale. Zoals je namelijk kan zien op mijn beeldscherm, dan kunnen wij dingetjes ophalen nog. Nou, dat gaan we even mee beginnen. We gaan even een mooie gouden kistje openen. En wat krijgen wij eruit? 1200 coins is altijd lekker. En we krijgen een strijderzeld. Nou, hartstikke top. En paedelstenen, altijd leuk om mee te nemen natuurlijk. Dan hebben we ook nog een apart kistje hier zo. Maak kennis met de bandendoos. Nou, dat wil ik altijd kennis mee maken natuurlijk. Hier kun je banner tokens gebruiken om nieuwe items voor je banners te verkrijgen. Nou, banner heb je toch niet heel veel aan, zou ik zeggen. Tijd om een bannerdoos te openen. De eerste krijg je helemaal gratis. We krijgen gewoon gratis bannerdoos. Altijd leuk. Gratis, altijd leuk. Ik ben een Nederlander, dus ja. We krijgen de eerste dus gratis. Nou, die gaan we dus openen. Bannerdoos openen, gegarandeerd een nieuw item voor je banner. Openen. Wat gaan we uit de bannerdoos krijgen? En dat is de pijltjesschieter als decoratie. Hebben we daar wat aan? Volgens mij niet, hè? En ik zie dat we nog een paar edelsteentjes hebben. Dus laten wij gewoon even een mooie openen. Dus we gaan gewoon nog even eentje openen. Voor 50 edelsteentjes. Wat krijgen we dan nu? We krijgen de vlinders. Daar hebben we toch helemaal niks aan. En zoals je ook kan zien hebben wij 5717 bekers. En we hadden er eerst meer. Maar ja, ik heb een paar potjes gespeeld. En dat ging niet heel goed. Dus ik hoop dat we dit vandaag even een leuk potje neer kunnen zetten. Dus we klikken op vechten. En dan gaan wij gewoon een lekker potje. Een lekker potje Clash Royale spelen. Hé, we spelen tegen Ron. En hij heeft maar liefst 5702 bekers. Dus ik heb meer bekers. Dus ik moet hem dan toch ook wel kunnen winnen. En hij begint al meteen met iets naast. Hier ben ik niet van gediend. Ja, hij gaat sowieso 1 damage doen. Nee, hij doet geen damage. Top. Dan wacht ik even met inzetten. Kijken wat hij links gaat inzetten. Want hij moet wel iets inzetten. Of stopt hij er gewoon mee? Hij stopt er volgens mij gewoon mee. Wat doet hij? Ja, dan is dit gewoon een makkelijk 3 sterren winnetje hoor. Gaan we nog even de struisrover erbij zitten. En hebben we gewoon dit duel alweer gewoon meteen gewonnen. Nou, dat zijn 3 kroontjes binnen. Veel succes. We gaan ook even hem even veel succes wensen. Dan wachten we even tot hij gaat inzetten. En hij gaat voor die bloem. Oeh, daar baal ik wel van eigenlijk. Ik ga even proberen een beetje te counteren naar rechts. Zodat hij niet alles op kan zetten. Oké, dit is mooi. Want we hebben namelijk een Inferno toren. Dus ik hoop dat hij rechts heel veel gaat inzetten. Kijk, nu doe ik daar wel damage. Oké. Ik hoop dat die Inferno op mij gaat. Goed. Oeh. Maar de... Ah, dit is wel het balen. De Inferno doet niet damage op... De lavahond. Shit. Dat is heel naar. Ah, oh, en hij gaat mijn counter, ja. Ai. We zijn die toch kwijt. Die zijn we helemaal kwijt. Maar dan moeten we eigenlijk zorgen dat we niet verder meer torens kwijt gaan raken. Hij heeft ook nog een... Hij heeft het perfecte deck tegen mij, ik zweer het. Oké, maakt niet uit. Er kan nog van alles gebeuren. Want als hij nu een lavahond in zit, dan ga ik heel hard counteren. En dan is hij als goed is wel dood. Ik moet even rekening houden dat hij dus een ballon nog heeft. Dus dan moet ik zorgen dat ik... Als hij de lavahond in heeft gezet, dan moet ik zorgen dat ik mijn Inferno-toren inzet. En dan nog... Oeh, nu moeten we gaan. Kijk, nu moeten we gaan. Want hij had als het goed is geen lock of zo. Ja, kijk, dit is perfect. Ah, ik doe hier damage hoor, jongens. Ik doe hier damage. En dan zetten we hem vooraan, die echt. Ja, hoe ga ik dit doen? Oh, perfect gedaan. Oké, en we hebben cycle. We hebben de tovenaar hebben we ook weer. We moeten nog 1 elixir voor krijgen. Ja, dit is echt perfect. Dit gaat goed, jongens. Kijk, hoppa. Doet hij sowieso 1 damage. Maar dat maakt in principe nog niet echt uit. Want we moeten gewoon zorgen dat wij deze toren kunnen krijgen. Want hij heeft 24 man op... Oeh, ik sta voor. We staan voor, jongens. We staan op dit moment voor. Oh, nu is hij de lul. Nu is hij de lul. Of ik ben heel hard de lul. Of hij of ik. We hebben 20 seconden. Hij heeft een 3 kroon. En dan heeft hij genoeg. En waar gaat hij nu voor? Hij gaat sowieso voor die bloem nu. Ja, ik ben dood. Shit. Oh nee, ik ben niet dood. Oh mijn god, die bloem gaat naar de andere kant. Oh mijn god. Doe 1 damage. Nee. Oh, dit is zo spannend, mensen. Oh, we hebben gewonnen, 100%. De ijsgolem gaat hierheen en hebben we gewonnen. Let's go!
Wat een spannende pot. Hij speelde dus lava rond deck, weet ik veel hoe al die decks heten, maar we hebben gewoon gewonnen, daar gaat het mij om. Dat betekent dat wij nu op 5700 en hoeveel bekers hebben wij? 5772. Ah, oh, hij heeft wel die kaart. Ik heb alles ingezet, dat is heel dom waarschijnlijk. Maar ik wil weinig damage. Oh, die struitsrover. Dat is balen. Maar ik denk dat hij Balloon ook weer speelt, dus ik hou even meer Venomtoren. Die bewaar ik eigenlijk. Speelt hij dubbel prins? Nee, toch? Wat is dit? Hij zet wel heel veel in, moet ik zeggen. Ja, ik vind het helemaal goed dat hij dat inzet, maar... Ah, nice. Kunnen wij hier counteren? Pakken we die. Ice Golem. Kunnen we die Lockbait nog even bewaren? Misschien heeft hij nog wel wat anders. Dat weet je maar nooit natuurlijk, want ik moet eerst een beetje zijn kaart ontdekken wat hij allemaal heeft. En dan de Gobbleton, gebruik als defense. Iets met defense, want ik moet eventjes niet zoveel damage pakken. Want we staan namelijk hard voor. Dus ik wil eventjes nog geen damage pakken. Sorry, ik kwam even moeilijk uit mijn woorden hier zo. Dan gaat hij denk ik weer die prinses gooien. Ja. Dan zetten wij de struisrover neer. Als goed is krijgt hij dan geen damage. Dan doen we de Inferno. Hij heeft dus blijkbaar geen balloon. Is hij dood? Ja, let's go! Nog maar net ook. Oké, dan wachten we even op dat hij... Oh, hij gaat weer. Hij gaat gek doen hoor met zijn elixir. Dan gooien wij gewoon deze en dan gooien we lokken achteraan. De stam die gooien we lekker achteraan. Ja, deze was echt perfect ook weer. Oh, wat perfect. Hebben we erg veel damage nu gedaan. Nou, die gaan wel dood. Waarschijnlijk doen ze 2 damage of zo. Eentje maar, top. Ja, hij heeft best wel hoge katen. Dus niet altijd heel slim natuurlijk. Dan gooien we gewoon een skeletleger erbij. Oeh, dat doet hij goed. Oké, doet hij goed. Maar we hebben wel een toren, dus we hebben nog maar... Kan je zo'n hoofdje recht bovenin, maar... Ah, oh, shit, sorry. Doen we even zo. Hij gaat gek hoor. Hij gaat nu heel gek. Nu gaat hij gek. Oeh, ga maar op mijn dingetje. Ja, let's go. Hij ging op je Venno. Oh, dan gaan we even een countertje gooien. Dan gaan we even een klein countertje gooien. Gooi nou niet je skeletten leger. Zo gooi je nou niet je skelet leger. Nu heb ik sowieso op rechts ook veel damage gedaan. Mocht hij nou nog deze toren van mij pakken, dan heb ik nog een... Oh, dit is kut. Let's go! We hebben weer gewoon gewonnen. Let's go, mensen. Ja, dit is wel prettig, hoor. Want je komt gelukkig tegen level 13, soms ook wel tegen 14. Dan baal ik eigenlijk al voordat ik het potje heb gestart. Maar ja. We hebben precies 5800 bekers. Ik vond dit een mooi einde. We gaan nog even de klassieke uitdaging doen. Want daar heb ik nog maar één... Ja, daar kan ik één keer op verliezen nog. Dus die gaan we nog even doen. Daar heb ik weer een ander deckje namelijk voor. Daar speel ik heel anders mee. Want dat zijn een beetje de decks die ik eigenlijk een beetje wil proberen. Maar we komen hier tegen CR7 versus Lionel Messi 10. Tenminste, ik denk dat zijn naampje is. Maar dit is een heel ander deckje. Dit is een heel ander deckje. Maar het leek me wel leuk om met dit deckje natuurlijk weer even te spelen. Zo doe ik misschien... Ja, misschien kun je de deckjes ook overnemen. Dan kun je altijd proberen natuurlijk. Vind je het fijn? Vind je het niet fijn? Dat weet je natuurlijk maar nooit. En dan houden wij nog eventjes de vuurgeest. Hoeft eigenlijk ook niet. Oh shit. Bom hier zo. En hebben we dan dit goed verdedigd? Gooi alsnog even de lock voor de zekerheid. Ja, heel veel damage gepakt. Ik weet niet hoe. Maar dit voel je wel. Vuurgeest erachteraan. Als het goed is gaat hij dan eerst op de vuurgeest. Ja, dat is top. Een vuurgeest gaat niet dood. En dan doen we ook wel leuke damage hier. Nu doen we ook wel leuke damage hoor. Meer dan 1700, kom op. Ja, let's go. 1455 damage heeft hij nog over. Wat gaat hij gooien? Hij gaat denk ik weer die combo van net gooien. Dus hoe ga ik dat dan doen? Oeh, dit gaan we vuurballen. Dat is een lekker vuurballetje dit. Hoppa. Oké, dan wacht ik eigenlijk eventjes. Oeh, hij gaat wel aanvallen nu.
Hij gaat wel aanvallen. Maar dan gaan we even de andere kant counteren. Gaan we uit de skelet. Ja. Wat gaan we dan doen? Dat we deze een beetje hoog neer. Maar gaat daar eens daar. Oké. Gooi je hier de lok op. Als het goed is, gaat die Inferno wel winnen. Natuurlijk wint hij hem. Inferno is zo lekker, dek. Oh. Die moet je gewoon in je deck hebben, hoor. Want iedereen speelt E-Giant tegenwoordig en al die dingen. Oh, verschrikkelijk. Dan gooien wij vuurgeestje weer. Moet hij wat inzetten. Gaat niet naar links, hè? Nee, top. Kijk, doen we weer damage. Heel goed. En dan vuurballen we de links, hè? Hier. Gooien we deze. Pakken we die. Pakken we die. Dan gaan we dit loggen. En dan wordt het wel spannend. Nu wordt het wel... Het wordt wel een beetje heet onder mijn voetjes. Ja, dit wordt wel warm. Oké, okay, dan we gaan counteren via rechtskant. En dan is het als goed is die touwen wel. Oké, okay, maar voor de zekerheid... Oké, okay, we hebben goed. Want in 7 seconden... Ah, hij kan nog veel doen trouwens. Je moet niet te hard van stapel lopen. Maar dan moet hij hem wel nu gooien. Te laat. Hij heeft het te laat gegooid. Oh, wat lekker zeg, voelt dat. Goed. We hebben dit potje ook gewoon weer gewonnen. We hebben volgens mij tot nu toe alles nog gewonnen. En we zijn bij 6 wins. Dus we zijn op de helft. Maar ja, dat gaan we natuurlijk nooit winnen. Want we moeten nog 6 keer winnen. En ik heb al 2 keer verloren. Maar laten we nog een potje doen. Ja. Waarom niet, hè? Tegen Pluto. We spelen tegen Pluto. Nou, Plutootje. Plutootje, laat maar eens even wat zien, jongen. Oké, okay, wat gaan wij doen? We gaan weer even wachten op hem. Wat hij in gaat zetten. Want dan weet ik een beetje wat ik natuurlijk moet inzetten. En hij gaat die inzetten. Oké, okay, dan gooien we wel de kabouter. Dan gooien we wel gewoon die. Misschien struisrovertje erbij. Doe even. Misschien kunnen wij die wel even vuren. Ah, slecht. Oké, okay, dan gooien wij de vuurgeest ook op de vuurgeest van hem. Dan weer een fokje daarmee. En wij lopen eigenlijk op dit moment voor qua damage. Maar ik heb natuurlijk wel heel veel ingezet. Gooien we die en dan gooien we de bommengooier. Net buiten de cirkel? Nee, net niet. Beetje slecht voor mij. Beetje slecht voor mij. Oké, okay, heeft hij wel iets damage gedaan. En we staan ervoor. Wat gaat hij inzetten hierop? Ik denk niks. Ik denk dat hij daar niks op gaat inzetten. Hij doet gewoon lock. Oh, ik heb hem helemaal verkeerd gezet. Oh, oh, oh. Ja, daar baal ik wel van. Ja, dat is een beetje een missen dit. Oeps. Ja, spijtig. Misschien kunnen we dit wel vuurballen. Pakken we dit met skeletten. Hoi. Pijnlijk dit ook weer. Oké, okay, geef hem, geef hem. Gaan we gewoon counter met de koboldenboor weer. Oh, dit is 5, hè, dus... Nou, ik weet niet... Hij heeft net die bommen gooien daar zo. Dat moet ik even, even gaan combineren nu. Want hij gaat zo meteen vast weer de vuurbal gooien. Oh, oké, okay. Die laten we even gaan. Die laten we even gaan. Hè. Oh, hij gaat prins doen. Oh, ja, lekker. Dood. Net voor zijn ability namelijk. Ja, ik zit eigenlijk te wachten tot hij de... Ja, kijk, die zorgt eruit. Die zorgt eruit dat hij die ring doet. En dan gaan wij nu... met en de vuurbal. En dit is één keer. Ah, te weinig damage. Shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Dit is een pijnlijke. Hup, stam. Oeh, goed verdedigd, Gerrit. Heel goed. Gaan we gewoon weer de kaboldenboor doen? Dan gooien we even weer. Oeh, hij zet nu een prinses. Oh shit. Oh shit. En de stam. Gewoon alles erop flikkeren. Dat is een min mogelijk damage moet pakken. We moeten. We moeten door. Oh, hij is net niet dood. Oké, okay, dan gaat hij sowieso weer dat ding pakken. Zet ze maar in.
Zet ze maar in. Dan moeten wij iets doen nu. Ik flikker gewoon alles erop. Letterlijk alles flikker ik erop. Want hij hoeft nog maar twee stammetjes te gooien. Ah, we hebben verloren. Shit. Ik moest aanvallen. Ik weet niet wat ik hier goed tegen kon doen. Misschien in het begin te veel damage gepakt. Maar helaas, dan hebben wij dit potje verloren. Dat is zonde. Dan gaan we nog even het kistje openen. Dan hebben wij alsnog wel 590 gold. Prima. En een joker. Oeh, een venootje bij. Perfect. En dan zie ik ook dat we een evenement hebben. En die ga ik natuurlijk spelen. Maar dat wordt voor de volgende video. Dus mensen, ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk zie ik jullie om 3 uur bij een goed nieuwe video. En dan zeg ik zoals altijd bedankt voor het kijken. En vind jij de Clash Royale nou leuk? Like dan even zeker deze video. En dan ga ik zeker meer uploaden. Mensen, later.